Paul Voogd, zit ik hier naast een bijzonder trotse man? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, dit is iets wat je niet vaak meemaakt en wij maken het hier mee. En trots is wel het juiste woord, ja. En waar komt dat vandaan? Nou, ik loop hier al 40 jaar op de jachthaven. Oh. Mijn vader kocht zijn eerste kajuitzeiljacht in 1976 en die kwam hier te liggen. Daarvoor had hij een open boot, een spanker, en die lag in wat nu de vissershaven is. En vanaf dat moment loop ik op de haven. En dan word je op een gegeven moment gevraagd als voorzitter, waar je ook een beetje aan moet wennen. Ja. En dan mag je dit doen. Ja, dus dan word je wel trots, ja. En ik heb begrepen dat het bouwen van deze uitbreiding eigenlijk alleen maar kan omdat de leden zelf heel veel gedaan hebben. Ja, dat klopt. Je kunt je voorstellen dat als je zo'n project realiseert, dat daar heel veel geld mee omgaat. En een gedeelte moet gefinancierd worden en een gedeelte hebben we met eigen middelen gedaan. En eigen middelen is geld wat de vereniging had, ja. Maar is ook inzet, mankracht, mensen. We hebben hier met z'n allen op de knieën gelegen, stenen die we van de gemeente kregen op pallets gezet en uiteindelijk hier weer neergelegd. En jullie zien wat voor resultaat hier is. En ik denk meer dan een groot compliment dat u dat op die manier gedaan heeft. In het verleden voeren de mensen hier wel langs en was het misschien minder duidelijk dat hier een jachthaven was. Maar als je hier nu langs gaat, dan kun je natuurlijk dit niet missen. Het ziet er enorm feestelijk uit. Enorm veel complimenten voor wat u de afgelopen jaren hier gerealiseerd hebt. En ik hoop dat niet alleen u, maar een heleboel andere mensen daar ontzettend van kunnen genieten. Ik denk dat er nog een handeling moet plaatsvinden. Die is vrij simpel. Is die op zijn minst 9 keer is tegen mij gezegd, mag ik aan zijn touwtje trekken om de bel te laten gaan. Kan die? En daar wil ik graag met u op proosten. Dus als het goed is, heeft u allemaal een glas. Proost! En dank u voor uw aanwezigheid. Dank u wel. Een van de argumenten om uit te breiden was dat er al jarenlang een wachtlijst is. Is die wachtlijst nu weggewerkt? We hebben die wachtlijst, de mensen op de wachtlijst benaderd. Die hebben we gezegd, we hebben zometeen plek voor jullie. Kun je komen? Wil je komen, kun je komen. Ja. Nou, dat doen die mensen. En die wachtlijst is eigenlijk weer opnieuw we beginnen weer een nieuwe wachtlijst, zo moet je het eigenlijk zien. Dus moet er uitgebreid worden? Ja, dus eigenlijk moet er uitgebreid worden. Ja, 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 ja. Nou, dat zit ook nog in de pen. Als je hier achter je kijkt, kun je zien dat er nog een heel open stuk is. Ja. Daar komt, als het goed is, nog een stijger, maar daar moeten we dan eerst weer even alles op de rit hebben en de financiën op orde hebben en dan zullen we dat nog uitbreiden, ja. En ik begreep van de week dat er eigenlijk ook een wens is voor een nieuw clubhuis. Ja, de wens is er wel, alleen ik zou nog wel veel meer willen, maar eerst maar eens even het huisje bij het schuurtje laten, zoals ze dan zeggen. Ja. En even kijken hoe dit zich ontwikkelt en dan kunnen we daarna nog wel eens nadenken over een nieuw clubhuis. Oké. Okay. Ja?